Fiesta. Dit is Rebel Radio. Wat hebben de mensen tot nu toe gemist? Heel veel informatie. Onze gast is nog steeds niet gaan lopen en heeft nu natuurlijk wel al een krukje nodig, maar nog geen rollator. Het is Zaki, wel bekend. Oh, so cheap. Oh god. Ja, die moest hem gewoon binnentitsen, hè, Zaki. Ga jij nog maar onder die armen snuffelen, want ik zag je daar net ongegeneerd ruiken of dat je stonk. Ja, ik kan beamen, je fucking stinkt tot hier. Het is warm hier, hè? Het is heel verschrikkelijk. Hoe kunt je nu een deftige intro doen op deze manier als continu onderbroken wordt? In ieder geval, de petitie van Topradio die gaat boven de 70.000. Topradio moet blijven .be. Ga daar naartoe en breng je stem uit. Stuur een sms naar 3125 of e-mail ons naar rebelradio@topradio.be. Hashtag rebelradio gebruik je op Twitter en Instagram. En we hebben een Spaanse namiddag. Dan is het altijd wel warmertjes. Dat is grappig, hè, ja. Ik zal u mijn coltrust eens even geven. We gaan dus op zoek voor de mensen die het willen. Zo'n fasig. Met al die jeugd hier. Spaanse furie. Het loopt weer uit de hand, Zaki. Zo is het iedere woensdag, hoor. Normaal. Is het altijd zo? Ditmaal 100 dan normaal. Ja, okay. Het is een rustige middag, moet ik zeggen, vandaag. Okay, we gaan nog altijd op zoek naar een aantal key personen van de Partido Popular, omdat ze ons beledigd hebben, Vlamingen en België. En we gaan op zoek naar de Belgen in Benidorm en Barcelona. Voelen ze zich daar nog veilig? Moeten we het leger niet nasturen naar het restaurant? We praten ook nog met Jeff Huybers. Die zit in Andorra op zijn berg en die kijkt hoe hij een aantal lippen kan opspuiten of verkleinen en vet wegzuigen. En we hebben natuurlijk... Mof. En we hebben ook nog in het laatste gedeelte praten we met politici uit de Commissie Media. We hebben een gesprek met Karin Brouwers. We hebben een gesprek met Wilfried van Dalen, N-VA en CD&V. We luisteren ook even naar de seniorenradio in Antwerpen, naar Minerva. Daar praten we ook mee. U merkt het, een agenda vol. Ja, en ik wil het ook nog over iets interessants hebben, namelijk maaglijkheid. Ja. Maar dat is voor straks. Zet de muziek af. Dus gewoon blijven luisteren. Embajada España. Hello, my name is Ruth Peters. I'm the secretary from Renkranian Bonn. Is it possible to patch me through your ambassador, Miss Juste? Yes, wait a second. Thank you. She's at the phone. If you can phone in 5 minutes, or if you can wait. Okay. Mr. Yayambon, he has to go to the parliament, so we really have to have an urgent call because he has an urgent message for her. Mm-hmm. So if it's possible to just to wait a second. You can wait a second. Yes, wait a second. Okay. Okay. Thank you. Okay. Wacht even. Krijgen we de ambassadeur, hoe heet ze nu weer, die Spaanse furie? Cilia Juste, als ik het goed heb begrepen natuurlijk. Hè, want mijn Spaans is niet echt om over naar huis te schenken. Nee, Engels mogelijk ook niet, maar daar gaan we het niet over hebben. Is dat de plaats van Ming de Vil? Ja, we moeten allemaal zo mijn accentje doen. Hè. Dan verstaat men dat goed, dat is zoals met mijn Poolse poetsvrouw. Ik heb daar uittranslate voor mijn Poolse poetsvrouw. Ja, hier. Sangria. Daar denk ik niet aan. Lekker, lekker. Oh, zon, warmte, Senegal. Hoe heet ze? Cilia. Cilia. But I'm sorry to interrupt you. It's for Mr. Jan Jambon, you know? Yes, I know. I'm sorry. So we really have to, it's an urgent message, so email is too late. At maec dot es. Yeah, so I will have to pass you through because he really needs to speak, Ambassador. Do you I'm sorry. Want the email address again, or do you have already noted? Hello. This is Jan Jambon. I'm the minister. No, sorry. Yes, I'm the minister. I am the minister. I try to reach the ambassador. I try to talk to the ambassador. Is it possible? Yes, I'm sorry. I'm the minister. But you must send an email to the... No, I don't send emails. I'm the minister in Belgium, okay? Yes, can you patch me and give me...
Die willen gewoon niet praten met Jan Bon. Nee, hij voelde zich niet geïntimideerd of zo. Of net iets te geïntimideerd door jou. Dat kan ook wel, hè? Het is toch iets intrigant. Ja, hè? Een stille Spanjaard. Is het ook zo moeilijk in jouw tijd, Zaki? Een zwijgzame Spanjaard. Oké, streepje over de Spaanse ambassade. Dus die hebben we al. Je hebt het e-mailadres toch genoteerd, hoop ik. Ja, natuurlijk heb ik het e-mailadres genoteerd. Dus ik ben benieuwd of we er binnen geraken. We hebben nog een aantal andere nummers van onze vrienden, de Spanjaarden. Ja, ik hoop dat bij Jeff Huber is iets minder lang gaat duren, via zijn secretaresse. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we die zo dadelijk even zullen inschakelen, live vanuit Andorra. You ready? Let's do it. Emily Sunday was dat en Starlight. We zitten hier al met een rebel in de studio, Radio Rebel Zaki. En we gaan er nog eentje bij halen. Eén die nog op deze radiozender heeft gewerkt. Dit klinkt zo oud. Hè? Het is een zeezender, Jurgen. Dit is, ja, maar we moeten even het concept uitleggen. Het concept uitleggen. Jess, die kent... Zoals zoveel dingen, die weet niet wat een zeezender is. Ah ja, leg het eens uit, Jess. Aan, Jess. Nee, ik kan mij er iets bij voorstellen, maar een zeezender. Geef de definitie van een zeezender. Nee, vertel. Er is geen Zaki gaat het vertellen. Het begint eigenlijk met een Amerikaans verhaal, waar een aantal piraten radio's waren, dus geen officiële. En die werden voortdurend verdreven. Wolfman Jack was er zo. Ja, klopt. This is Wolfman Jack. En men wou zoiets doen in Engeland, maar voortdurend werden die opgepakt. Mocht niet van de overheid. Weet je wat we doen? We leggen een schip net buiten de territoriale wateren van Engeland. En van daaruit gaan we uitzenden naar het vasteland. Ja. En dat had maar dat waren de echte rebellen. Daar stonden ook gevangenisstraffen op. Hè. Dat was heel. Dat was niet zomaar van ik ga wat plaatjes draaien op een zeezender. Want... Uiteindelijk stonden dat. In het begin was dat niet in de gaten dat dat een truc was. Ja. Ze hebben daar toen gevangenisstraffen opgezet. Stel wij verliezen onze FM-frequenties. Oh. Dan ben ik iemand die zegt van kijk, we zetten een mast, een zender erop. We gaan tegen de overheid in. Het is geen leven. Hè. Ik heb die mannen een beetje gekend. Ik heb daar meestal meegewerkt met een heleboel van die piratenmannen. Radiomakers. En die moesten dus 3 weken op het schip. En een week... Allee... Het is bijna strafkamp, hè? Zo lekker was dat niet, hoor. Ja, we vragen dat aan een van die radiopresentatoren van vroeger. Huh? Hij heet origineel, weinig mensen weten dat, Rainer Strohmayer. Ja. Maar zijn radionaam is Ton Schipper. Ton Schipper, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, Ton, wat een intro, hè, Ton? Hey, Ton, de zak hier, hoe is het nu? Hey, Zaki, dat is verdorie lang geleden. Dat is verdorie lang geleden. My man. Kijk, vrienden, We laten de oudjes even praten. Bijkeuvel of zo. We gaan even een koffietje drinken, Zaki. Wie let er op de kleinkinderen vandaag? Korte vraag, wanneer kom je nog eens in Gent? Ja, ik ben al een tijdje niet meer in Gent. Ik leef er al een jaar of twee niet meer. Maar we gaan eens afspreken. Ja, we gaan dat doen. Ja. We bellen straks. We kunnen nog eens hapje eten in de Lieve. Zijn we nu klaar met het gekeuvel op het bankje? Ja, Ton heeft zijn Hollands accent wel behouden, precies. Ja, maar daar is een reden voor, hè, Ton? Ja, ik ben in Den Haag geboren. Mijn oma was Nederlands. Ik ben eigenlijk half Duits, half Nederlander. Kijk, het is van nature uit. Het is nog goed uitgevallen. Ton, in ieder geval, je hebt het daarnet misschien gehoord, maar heel wat mensen, waaronder Jess, je hebt zo van die jonge veulens die niets van de wereld kennen en die moeten dan vragen stellen van wat was dat allemaal, een zeezender. Maar jij hebt effectief op zo'n schip gezeten, hè? Nee, helemaal niet. Nee, hoezo? Ik heb niet op het schip gezeten. Wat een research, Jurgen. Ik heb in Catalonië gezeten, de huidige republiek, bijna Republiek Catalonië. Ja. Jullie zaten in Playa de Haro. Wij zaten in Playa de Haro. Dat had ook een bepaalde reden. Ik woonde al van mijn peuterjaren, toen ik een paar maanden oud was, woonde ik in Kortrijk. En met een naam als Rainer Strohmayer, komt niet moeilijk, op de radio ongemerkt. Dat klinkt niet zo West-Vlaams. Het klinkt ook niet West-Vlaams. En ik had op een bepaald moment de kans om naar Spanje te gaan. Ik draaide al een tijdje mee in een drive-in show, een soort mobiele disco roadshow die elke week Vlaanderen rondging. Met ieder weekend waren er wel een stuk of 11 plaatsen waar dat zo'n optreden was. Heerlijke met verschillende tijden. DJ's. Ja, en iedere keer volle zalen en dikke ambiance. En op een bepaald moment kreeg ik een telefoontje of ik naar Spanje wou gaan om een dishockey te vervangen daar.
Mm-hmm. En ik moest eigenlijk in die periode moest ik ook in dienst, moest ik in het leger in Sint-Kruis. Ja. Okay. En ik dacht, ja, als ik nu aan boord van een schip ga, dan en ik word geïdentificeerd, ja, dan vlieg ik gegarandeerd de bak in. Dus ja, dat wilde ik niet doen. En nu was het punt dat Spanje het verdrag van Straatsburg, want zo heette het verdrag dat in Europa was afgesproken, om te verhinderen dat mensen zouden meewerken aan een zeezender. Men mocht geen platen draaien, niet presenteren op zo'n zeezender. Maar het was ook verboden om reclame te maken erop. Het was eigenlijk de enige bron van de inkomsten van zo'n radiostation, was reclame maken. Ja. Er mocht ook geen enkele vissersboot naartoe gaan om eten te brengen, om brandstof te brengen, want die radio's die draaiden met generatoren die heel veel verstookten. Ja. Het waren zenders van 10 kilowatt, 50 kilowatt in sommige omstandigheden. Dus die verbruikten nogal wat stookolie op dat moment. Het enige wat de overheden in Europa wilden doen was die zenders droogleggen. Ja, dus ik dacht, ja, ik ga zeker niet aan boord. Ik ga naar Spanje als me dat vragen. Ja, heel graag. Want in Spanje was het verdrag van Straatsburg niet ondertekend. Ja. Dus wat ik daar deed was compleet legaal. Ja. Voor de Spaanse wetgeving. Oké, okay, dus en dan zat iedereen in Spanje, maar je maakte programma's en die werden opgestuurd naar het schip. Ja, via we hebben die opgestuurd. Ja. Ja, maar je mag dat nu eerlijk vertellen, je vliegt niet meer in de bak. Die tijd is voorbij. Daar heb ik me ook nooit zo in verdiept, maar blijkbaar waren er tour-operators die met bussen met de cassette, met de banden. En alles werd op kleine cassettes opgenomen. Dat was kwalitatief gezien was dat niet de beste oplossing. Ja. Maar laten we eerlijk zijn. We hebben Zakkie uitgenodigd om te praten met jou. Zoals je weet, Top Radio dreigt zijn vergunning te verliezen. Het is weer de overheid. Het is weer de overheid die daarin beslissingen neemt. We vechten de oude rakkers, de oude rebellen, eigenlijk toch al heel lang tegen overheden. Ja. Op radiovlak. Ja. Niet? Ja. Klopt toch, hè? Absoluut. Het is iets nieuws. De politiek heeft altijd geprobeerd om de media in hun greep te houden. Hè. Dat is altijd zo geweest. En men heeft zo'n een momentje zo de indruk gegeven dat we daar zouden aan ontsnappen. Maar dat is dus duidelijk. Het is helemaal terug, hè? Helemaal terug, ja. Ja. Bloed je rebellenhart dan niet als je dat allemaal hoort, Tom? Ja, vreselijk. Want de jaren 70 de zeezenders waren eigenlijk een antwoord op de staatsradio's. Ja, die nog altijd waren in heel Europa. Dat was nog een overblijfsel van Hitler-Duitsland. Hè? Mm-hmm. Voor de oorlog had je nog commerciële zenders in Vlaanderen. Ja. Die zijn dan door de Duitsers zijn die allemaal genationaliseerd. Onder één noemer gebracht. Zodat de overheid daar ook makkelijker controle op kon houden. En toen de Duitsers weer terug naar hun eigen land zijn gegaan, verdreven. Na de oorlog heeft de Belgische regering gewoon dat hele systeem gehouden. En dat was niet alleen hier, dat was in Nederland zo, dat was in Frankrijk zo, dat was ook in Engeland zo. En de enige manier dus om die monopolies te bevechten, dat was door even de rebellen uit te hangen. Mm-hmm. Plekjes te zoeken of manieren te zoeken waarop dat je het toch nog zou kunnen doen. En de enige mogelijkheid toen was van op zee. Later zijn er dan nog satellieten bijgekomen. Dan heb je nog radio's gehad die via satelliet uitzonden. Okay. Maar die kun je niet op een gewone FM-ontvanger ontvangen. Okay. Ton, we hebben hier ook een Spaanse namiddag, want dat heeft te maken met Catalonië. We proberen ook de mensen van de Partido Popular te bereiken. Tot nu toe hebben we nul gekregen van de ambassade. Die hebben de telefoon ingegooid toen we zegden. Maar dat, hele mooie wachtmuziek. Heel mooie wachtmuziek. Yes. Maar die wilden dus niet praten met Jambon. En dat krijgt nog een stoutje volgens mij, denk ik. Maar jij kent dus ook een goed woordje Spaans, denk ik dan toch, hè, Tom? Ja, een heel klein beetje eigenlijk. Klein beetje? Maar, ik heb er een goed jaar gezeten. Ik ben al heel veel op vakantie geweest. Ja, elke zomer eigenlijk, een weekje of drie. Ja. Ik heb een zinnetje voor je klaarstaan, want we hebben Google Translate. Ik was al aan het wachten op zin. Mijn zinnetje, ik heb een nieuw tool hier. Doet die al ganse middag hoor, Tom, dus maak je geen zorgen. Ik laat het je horen in Spaans. Jij moet zeggen wat het in het Nederlands is, hè, oké? No entiendo nada sobre los españoles, Zen. Estoy haciendo radio. Ja. Enig idee? Zijn toch geen vuile woorden, hè, Jurgen? Nee. Ja, nee. Had het iets te maken met... Ik begrijp de Spanjaarden niet, maar ik versta de radio goed of zoiets. Maar geweldig! Ik had ingetikt, ik snap niks van die Spanjaarden, maar ik maak radio. Ton is een halve Spanjaard. Ik ben ervan overtuigd. Nee. Zeg jij daarvan? Ja, Zakkie, gaat niet verder met een service. Dat we nog alle mogelijkheden van Ton moeten ontdekken. Ja, er zijn nog heel veel mogelijkheden. Misschien. Ja. Ja.
Oh, okay. Dat is een insider, precies. Ja, ik ben ook niet mee. Lars is iets uitbundig. Nee, Jess zegt dan nu van ik ben niet mee, maar die is gewoon al 10 minuten niet mee. Bij Zeezender haakt het al af. Ja, maar die is nog helemaal van slag van de vorige spreker. Ja, klopt. Ik vind het intimiderend hier, maar wel zeer interessant om... Zeg Goeiebergs. Ja, nee, dat heb ik niet over. Dat was de vorige, Tom. Alles behalve, laten we het even samenvatten. Oké, Tom, in ieder geval bedankt. En misschien horen we je nog eens op radio. Op een of andere manier. Ja, blijven vechten. Okay. Binnenkort, hè? Ja, absoluut. Ja. Okay. Op het bankje in het park. Ja, met petank en zo. Ja. Past het. You ready? Let's do it. Rebel Radio. The summer on you. Sam Veld was dat en Summer on You. We gaan het niveau een beetje opkrikken in het programma. Want we hebben iemand aan de telefoon hangen van een bevriende radiozender. Ja, even uitleggen. Rebel Radio en Top Radio is het project om de vergunningen te behouden. Maar wij zijn niet de enige die onder vuur liggen en geen vergunning meer krijgen voor de FM-frequenties. Dat is ook onder andere daarnet aangehaald door Zaki in de studio, namelijk Radio Maria. Ja. We hebben iemand van Radio Maria aan de lijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met wie spreken we eigenlijk, mag ik dat vragen? Ja, ik ben een van de... Ik ga u een medewerkster halen, want ik ben een vrijwilliger. U bent een vrijwilliger? Voor ons is dat ook goed. Ja, maar dat is ook goed, hè? Ja. Dat is ook goed. Wat doet u daar dan als vrijwilliger bij Radio Maria? De telefoons beantwoorden. Iemand moet het doen. Ja. Okay. En ook de intenties die de mensen doorgeven om op de radio... En met wie wil je ons doorverbinden dan? Wat liefst? Wil je ons iemand anders laten praten in jouw plaats? Ja, ik zal iemand roepen. Oké, roept u eens even, Jan. Het duurt het niet te lang, we hebben niet zoveel tijd, Jurgen. Ja, dat is toch prachtig, hè? Nog vrijwilligers ook in het radiowezen. Ja, iets waar we het bijna nooit over hebben, maar het belang van vrijwilligers in deze maatschappij is niet onderschatten. Wat horen we op de achtergrond? De raadpleging. Ik word de bekering van kinderen en familie. Hallo, met wie spreek ik? Belangrijke info. Hallo. Bieden wij voor Cindy. Opdat ze haar nieuwe baan... Nee, het is het gebed. Het is En voor veel liefde en geduld en vreugde. We bidden. Jess, het is voor jou. Ja, veel liefde. Ik hoor weer Radio liefde. Maria, een goede middag. Een goede middag met Jurgen Verstrepen van Top Radio van het programma Rebel Radio met Jess Donkers in de studio ook Zaki en Wouter. We overvallen nu een beetje, ik weet het, maar in het geloof mag je iedereen altijd overvallen, heb ik geleerd. Nee, het gaat over het feit dat jullie zijn jullie vergunning ook kwijt. Klopt, hè? Ja, maar is dat een vraag of zo voor een interview? U bent nu op antenne. U bent live op antenne in Vlaanderen. Oh, ik ben nu op antenne. Ja. Maar u bent dat gewoon, hè? U bent dat gewoon, hè? Dat is geen probleem, okay. Hè? U presenteert op Radio Maria. Ja, dat klopt. Maar ik moet u wel zeggen, de interviews worden sowieso gegeven door onze directeur. Oei. Momenteel kan ik hem niet doorverbinden. Ja. Het is een beetje druk natuurlijk, zoals jullie weten. Het is de Mariathon, dus ik kan niet... Wat is er? Mariathon? Een speciale uitzending. Wat is er vandaag? Ja. Wat is er bij Maria? Want dat weten we niet. Vandaag en morgen is het 40 uur speciale uitzending rond de Mariathon. Dat is 2 keer per jaar dat we dat doen en dat is 40 uur live. Oeh. Dat wij speciale uitzendingen doen om de luisteraars aan te moedigen om ons ook financieel te steunen. Dit moment wie zijn wij met onze 3 uurtjes? Ja, Oké. Dus met andere woorden, we vallen gewoon binnen en mag ik dan ook een verzoekje hebben? Hebben jullie een nummer van Händel of zo of Bach? Mag ik daar dan groetjes bij doen zo? Of is dat niet zo? Ja, we hebben uiteraard een programma Klassiekuur waar we klassiek muziek afspelen. Maar als jullie een liedje willen afspelen op jullie radio, dan zou ik voorstellen het liedje Thank You van Jesus Army. Dat is zeker te vinden op internet. Dat hebben we zeker in ons systeem. Even zoeken, Thank You van Jesus Army. Zeg, je directeur, hoe heet die? Is dat Mozes? Ik weet niet. Nee, dat is priester Carlo Tiberg. Priester? Priester Carlo Tiberg. En dat is toch een Vlaming dan? Ja, klopt. Ja, oké. En jullie hebben bijvoorbeeld geen Spaanse priesters in huis?
Bij Radio Maria Spanje waarschijnlijk. Oké, okay, ja. Dat nummer mag je ons dan ook doorgeven. Dan ik, we laat... ja, ja? Ik vind het geweldig dat jullie gebeld hebben. We moeten wel ophangen, want er zijn heel veel telefoons. I know. God is... Dat is waar. God is overal en jullie moeten ervoor zorgen dat de boodschap verspreid wordt. Ik begrijp het. Zeker absoluut. Oké. Okay. Bedankt. Nog 87 weesgegroetjes. En toch, we steunen jullie ook, hè, trouwens, in de strijd bij de Raad van State. Dank je wel. Heel erg vriendelijk van jullie. Dank je wel. Fijne middag, hè. Dank je wel. Dag, Maria. Dag. Zeg, dat is dat muziek hier, hè, Jurgen. Een marathon. Geweldig, toch? Gewoon 40 uur live radio. Vind ik gewoon fantastisch. Ja, maar, kijk, geweldig, ja. Religieuze radio, hè. Ja. Het mag, hè. Ik zou bijna zeggen, het moet. Ja. Dat is iets wat heel snel vergeten wordt, dat mensen ook religieus zijn. Ja. De meeste mensen zijn nog religieus, hè. Ik bedoel, niet altijd katholiek, maar hebben toch een religie waar ze echt in geloven. Ja. En heel lang heeft men die mensen eigenlijk in de kou laten staan. Hè. Er is alleen nog zo de mis op zondagochtend op televisie. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Dat is niet. Ik heb... Bij jongeren toch minder en minder, denk ik dan. Ja, ik heb vernomen dat dat niet waar is. Dat er steeds meer jongeren weer de kerk opzoeken. En zeker bij de islam is het zo. Ja, ik zou ook Jess aanraden om af en toe naar de kerk te gaan. Dat ze ik toch doe een dat. Keer... Ik doe Hoe dat. Jij doet dat? Ja, maar meestal wel om de Wanneer doe je dat? Waar zijn je whereabouts? Als ik op citytrip ga, maar ik durf ook naar Sint-Paulus te gaan. Als toerist? Absoluut. Ja. En toen onlangs... Ja, maar dat telt niet mee, Jess. Ja, ja, nee, absoluut. Ik pleit vrij. Absoluut. Ben jij heilig? Ben jij christelijk, Jess? Ik ga zeggen, ik ben niet fervent gelovig. Maar af en toe dan durf ik mijn handjes toch wel in elkaar te slaan en te bidden tot iets wat het ook mag Weet zijn. Weet jij ervoor dat het goed gaat altijd in deze uitzending? Doe jij een gebed voor de start van dit programma? En een kaarsje branden in een kerk, dat durf ik toch wel willen geregeld aanvoelen, doen. Dat het dat moest zijn. Ja. Die warmte die jij voelt. Want dat willen we ook even duidelijk stellen. Radio Maria heeft ook een procedure ingediend bij de Raad van State tegen de overheid. Mm-hmm. En op hun website staat... We rekenen op jullie gebedje. Ja. Bid voor ons, voor onze vergunning. Dat hebben wij nog niet gevraagd aan onze luisteraars om te bidden. Ja, begin maar. Hè. Ik zou zeggen, zuipt u een keer goed zat. Dat op het moment dat je dat gaat helpen. Jij moet de kerk ook al niet meer binnenkomen, hè, Jurgen? Nee, denk ik vrees ervoor. Je moet de kerk in het midden laten. Ja, absoluut. Zeg, ik denk dat we hier eventjes moeten afronden voor dit uur. Zodra het laatste deel van Rebel Radio. Een stuk van dat verzoekje horen van haar. Ja, is dat dan? Nee, is dat dan? Dat is het. Echt? Meen het? We hebben dat echt. Jij had Jingle Jangle verwacht een beetje. Ja, ik had gedacht, maar dit is... Prachtig nummer. Ik word al zo waar nog gelovig. Rebel Radio. Rebel Radio. Jurgen, ik denk dat we een vriend van jou aan de telefoon hebben en die meteen eens gaat zeggen wat hij vindt van jou in het programma. Echt ik denk waar. Het wel. Ik denk, okay. Lou van Put van Radio Minerva. Voor de mensen die Radio Minerva niet kennen. No. No? Mariano Rajoy. Daar is hij eindelijk, Jurgen. Hè? Eindelijk hebben we aan de lijn. Eindelijk hebben we die Spanjaard aan de lijn. Maar je hebt ook een snor, hè? Je hebt ook een snor zoals een Spanjaard. Een snor en een baard heb ik. Je gaat wel erg serieus, dat wou ik je even zeggen. Op welk vlak? Straks staan de Spanjaarden terug aan de wallen van Antwerpen en komen ze je persoonlijk vier indelen. De Spaanse inquisitie. Gaan we onze licentie nog krijgen, Lou? Als dat kan helpen, dat is misschien een goede ruil. Jurgen vieren delen en topradio. Oh. Ik had het hier ook al voorgesteld, maar ja, voorlopig nog geen meerderheid. Bloembakken vliegen hier over. Wat zeg jij, Zakkie? Voor mij is het allemaal goed. Dat is al drie stemmen. Dan denk je eens een paar vrienden te hebben en dan zie je hoe ver dat je gaat. Mes in je rug. Oh, absoluut. Oké, Radio Minerva. Radio Minerva, voor de mensen die het niet kennen, is een radiozender met een zeer specifiek format in Antwerpen. Was ook een tijdje te beluisteren aan de kust. Ik dacht in Blankenbergen. En dat is Nog steeds? Oké, dat is dan meteen rechtgezet. Ja, ja. En jullie draaien hoofdzakelijk Kroners, oude muziek die nergens anders aan bod komen. En jullie publiek is met alle respect een beetje ouder. Klopt, hè? Het wordt wel ergens anders gedraaid. Zondagavond tussen 6 en 8 bij Radio 2. Daar heeft een DJ ons format overgepakt omdat het zo succesrijk was in Antwerpen. Ah ja, oké. Okay. Dus en wie is dat dan? Guy Depree, bedankt voor de reclame. De Guy Depree, hè? Ja. De GDP van de prehistorie voor de mensen die... Echt toch gelijk, hoor. Het lijkt er zeer goed op. Ja, is echt zo? Ja, oké. Zeg maar, jullie hebben heel veel luisteraars ook, hè, in de luisterrapporten, waar jullie zowat een van de meest beluisterde, best beluisterde lokale radio's, hè, Lou?
ik mag eerlijk zeggen dat bij de laatste simcijfers we nog eens 10% groter zijn geworden. En ik denk dat we aan 67.000 per dag zitten. Dat is veel, hè? Voor een vergunning alleen in Antwerpen. En ja, natuurlijk een stukje Blankenbergen, maar daar zit niet zoveel volk in de winter. Nee. Want ze zitten allemaal in Spanje. Nee. Het is maar om te zeggen, die man van de mediacommissie, dat straks die sprak over de lokale radio, waar dat ze plaatjes draaien voor de familie die aan het luisteren is. Uh-huh. Ik denk dat ik 67.000 nonkels moest hebben, dat ik hier niet meer zou zitten, maar dat ik ook in Spanje zou gaan. Ja, ik vond het ook een beetje bedenkelijk, ja, okay. Lou. Zeg, Lou, heb je al enig nieuws over jullie vergunning? Nee. Het laatste nieuws wat wij hebben gekregen, dat is dat half november de uitsluitsel zou gegeven worden of dat wij mogen verder doen. En wij vinden dat absoluut niet plezant. Ja, want ik heb ook begrepen in de coulissen van de wedstraat en de gangen van de wedstraat dat jullie op nummer 3 staan. Er zijn 2 kandidaten voor jullie. Wist je dat? Wij hebben die geruchten ook gehoord en het zijn geruchten en het blijven geruchten. Wij blijven er op dit moment redelijk kalm onder. Maar als je weet dat wij dit jaar ook nog een jubileum te vieren hebben van 35 jaar, wij hebben dus geen feest georganiseerd omdat je moeilijk net voor een begrafenis nog moet gaan feesten. Ja. Maar is het niet zo dat er politiek nu wordt ingeschakeld en ook bij jullie dat men een beetje verveeld zit met het verhaal van Minerva en zegt we gaan ingrijpen? Heb je daar iets van gehoord? Nee. Ik hoor heel veel dingen vanuit Brussel vertellen, ja, maar ik hoor niks officieel vertellen. Ik denk dat men inderdaad in Brussel met een probleem zit, want 67.000 mensen die in Antwerpen vooral wonen en luisteren, dat is een probleem voor de volgende verkiezingen. Ah, maar nu het woord uitspreekt, verkiezingen. Lou, jij had mij verteld van, ik zal het nog niet in naam van Radio Minerva doen, want dat doet de grote baas daar. Maar jij zei van, kijk, als we ons vergunning kwijtraken, dan heb ik een idee. En je mag dat nu eens in primeur vertellen als je wil. Ja, ik heb een beetje het idee, en dat is echt mijn persoonlijke mening, daar heeft Radio Minerva niks mee te maken. Ik wil het even duidelijk zeggen. Lanceer het maar, Lou. Stel dat de politiek ons een beetje koeieneert door ons geen vergunning te geven. Waarom zou ik dan niet proberen om de politiek met de volgende verkiezingen terug te pakken door met een partij Minerva op te komen in Antwerpen? Ah. Ja, Zakkie zit hier te knikken. Een partij, goed idee. Fan van de zender ook. Ja. Zeer goed idee. Ja, zeer goed idee. Opkomen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen met de naam Minerva. Ja, zonder de radio erbij te zetten, want uiteindelijk heeft het dan weinig met anderen te maken. Maar het zou een signaal kunnen zijn aan de politiek om te zeggen, luistert, in Antwerpen zijn er heel veel mensen van ons doelpubliek. En die hebben recht op die radio. Trouwens, ik heb ook zoiets van, waarom heeft men dit systeem toegepast? Er waren radio's die, laten we zeggen, goed marcheerden, die een luisterpubliek hebben, die financieel gezond waren. Waarom heeft men die niet eerst een examen laten afleggen of dat in orde was? Mm-hmm. En dat er dan gaten viel in de Venband om die op te vullen door nieuwe initiatieven. Ja. Dat is een goed idee. Dat is een goed idee, ja. Maar als wij nu kijken wat er gebeurt met die nieuwe vergunningen, ik ga hier geen namen noemen, maar er is één netwerk dat 14 zenders heeft gekregen in Vlaanderen en lokaal nog in de running is voor 34. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dan kom je terecht in de vorige manier van werkjes. Ja, oké, maar ik noteer Lou van Put van Radio Minerva. Hij presenteert daar, is niet de baas van Radio Minerva voor onze luisteraars. Nee. Hij als Minerva, want eigenlijk zet je de politiek een beetje onder druk. Ik vind dit enorm boeiend, ik vind het een schitterend idee. Dan kom jij op, heb jij daarover gepraat met bijvoorbeeld BV's, andere mensen? Jess, die wil al lang in de politiek. Ik voel dat iets ongelooflijk. Ja, maar Jess zal dan in de raschaat moeten opkomen. Ik ga verhuizen. Alles voor de politiek. Die wil wel verhuizen. Alles is mogelijk, hè, Jess? Voor Radio Minerva alles, dat meen ik. Oh, dit wordt opgenomen, hoor. Ja, maar je moet dat ritssysteem. Je moet man-vrouw, je weet dat, hè, Lou. Maar heb je daarover gepraat? Ja. Even kort, want zo dadelijk praten we nog even met de CD&V heel snel. Ik heb met een aantal bekende Antwerpenaars gesproken, in het ballonnetje opgelaten. En ja, de meeste mensen vinden ons heel sympathiek. Ze luisteren ook regelmatig naar ons. En de meeste die zeggen een goed idee, wij willen dat idee super steunen. Daar horen we dan nog over, Lou. In ieder geval, bedankt om ons te woord te staan. Ik wens jullie natuurlijk veel succes ook en hoop dat jullie een vergunning hebben. Als het niet is, dan verwelkomen we lijst Minerva. Dan hebben we eindelijk een Trump ook in Antwerpen. Dan hebben we een Trump in Antwerpen, ja. En doe Johnny graag de groeten van mij. De Johnny? Wie is Johnny? Een presentator. Ah, oké, ça va. Lou, bedankt. Yo, salut. Radio. Goed, zo.
Vlaams en Neutraal Ziekenfonds geeft tal van tegemoetkomingen. Meer info op vnz.be.